Vraag aan jou. Ah. Waar ben je? Toeloe. Je studeert in het dagelijkse leven psychologie. Denk je dat je bepaalde ingrediënten uit je beroep kunt gebruiken als showmaster? En ik denk eigenlijk aan het woord manipuleren. Oh. Oh, als je het over manipuleren hebt, dan moeten we toch bij mijn collega Willem wezen. Die manipuleert namelijk al sinds jaren op de bank zijn crediteurs. Willem, heb jij daar iets over te zeggen? Nou, ik hoef het even voor je vraag. Ze beginnen gewoon voor zichzelf. Willem, wat zou jij kunnen antwoorden op... Manipuleren. Ja. Nou, wij vertellen ze vriendelijk dat ze failliet zijn. Ah. En dat vinden ze leuk. Maar in december mag het tot 1 januari mogen het in de spullen blijven zitten. Dat vind ik niet. Ja. Nou, dan hartelijk dank voor... Dit was dus een voorbeeld van manipuleren, hè? Begrijp je? En kijk, bevalt het je? Ja, ze is daar geweest. Ja, ja, graag hoor. Ja. Jongens, die Duitsers is slim. Kijk uit, kijk uit. Maar zou je er nog een antwoord op willen geven? Nee. Ik kan nu zeggen. Nou, het heeft twee betekenissen. Positief en negatief. Nou, beginnen we met de positieve. Laten we zeggen dan, als het op manipuleren aankomt, dan is dat iets wat je... daarna erop plakt. Maar het moet, denk ik, vanzelfsprekend uit zichzelf ontstaan. Nou, goed? Ja, oké. Okay, okay. Ja. Prima. Oké. Okay. Go! Jouw eerste vraag, aan wie? Willem, niet zo nerveus aan je neus wrijven op dit moment, want dat is niet jou. U bent ook psycholoog? Jazeker. Je probeert je hier natuurlijk zo fantastisch mogelijk te verkopen. Wie heeft het terecht. En dat doe je ook. Alles gaat gladjes. Noem maar op. Ik kan niet aan je tippen. Maar noem nou eens wat zwakke punten van jezelf. Wat kun je nou eens niet? Nou, ik ben blij dat u toch als laatste bent uitgekozen om mij die vragen te stellen. Ik heb heel veel journalisten al de revue zien passeren, maar niemand had zo'n originele vraag dankjewel, als u. Dankjewel. Als u even oplet, dan komen er een paar. Ik heb... een van mijn zwakheden is... Ik ben een fastfood junk. Dat is een zwakheid. Ja, en vrij vertaald het Nederlands, zeg maar? Ja, nee, ik ben dus dol op hamburgers en dat soort... Zou je... niet zeggen. Nee, dat als je begrijp je figuur ziet, niet zeggen. Nee, dat begrijp ik. Een andere zwakheid van mij is dat ik... ongelooflijk lui kan zijn op bepaalde momenten. En daarna weer enorm actief. Dus dat is ook een... En ik was bijna zelden af thuis. Dat is ook een zwakheid. Ja. En is een andere zwakheid het in de maling nemen van arme journalisten misschien? Nou, ik heb zelden iemand in het openbaar zijn positie zo duidelijk horen omschrijven. Als... Ja! Fantastisch! Juist.
dit zijn de punten. Rustig, rustig. Juist. Nee, wacht. Wacht, ja. Oh! Er zitten 62.000. We maken kansen. Geef even een applausje, dames en heren. 72.370! Oh! Jongen, jongen, ik moet even checken wat de eindscore is geworden. 77.350 punten. Je bent de winnares! Applausje! Dankjewel. Wat een goede kandidaat. Hè? Nou, wat een geluk, ja. Hè? Hey, hartstikke gefeliciteerd. Maar ja, er kan natuurlijk ook nog wat gebeuren. We hebben straks nog twee keer Superflip. En dan volgende week nog, maar we hopen het met je. Ja. Goed, jouw volgende opdracht. Ja. Een aankondiging. Oh ja. 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 Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Goed. Succes. Dankjewel. Dames en heren, we hebben een primeur vanavond op de Nederlandse televisie. Aha. Goed, dat moeten we dus even op een of andere manier zien op te lossen. Ik ga gewoon naar die mensen toe daar. Het is niet normaal, als ik zo'n trap afdaal, voel ik al gauw. Dit gaat weer mis, bij iedere trede hoor je de zaal. Oh nee, dat haalt ze nooit. Dat gaat weer mis. Iedere stap is een probleem voor mij. Ik haat die pokkentrap. Maar ja, het hoort erbij. Ik struikel of ik val. Weet van tevoren al. Het gaat weer mis. En dans of niet, het is steeds hetzelfde lied. Ik doe mijn best, maar het gaat weer mis. Alleen kan net. Ja, dames en heren. Het is bekend dat ik nu een liedje ga zingen. Dat heet Het Warme Circuit. Ik zal even een beetje meer uitleggen waar het dan precies over gaat. Eerst wilde ik u allemaal een kroket laten uitdelen, omdat ik een bepaald warm gevoel op u over wil brengen. Maar dat mocht niet van de NCRV. Het Warme Circuit waar ik het over heb... Sorry. Het Warme Circuit waar ik het over heb is het circuit van bekende Nederlanders. U begrijpt waarschijnlijk wel dat ik daar iets over zing. Maar wat ik erover zing, dat hoort u nu. Het Warme Circuit. Hoe als ik nu nog denk aan al die jaren die vergingen, waarin ik doelloos door het leven kroop. Geen vrouw die naar me keek, geen foto's die er van me hingen. Ja, zelfs een hond gaat voor me op de loop.
Ach, was het me vergund om te verkeren in het midden van het warme circuit dat ik bezing. Als ik bekende Nederlander, nou, ze zouden me aanbidden. En dan had ik eindelijk ook een vriendenkring. Met Jos is naar een musical, met André naar Carré. Je fietst is wat met Willy Brort en Mart, die mag dan mee. We komen langs bij Willem op zijn Franse boerderij. En Jan Prussen neemt cognac mee, want die jongens zijn zo blij met mij. Ik loop op een receptie zo, Vanessa tegen het lijf. Een goed gesprek met Sonja maakt dat ik wat langer blijf. Ik lig in de kleine uurtjes, nog met Sandra in een deuk. En dan met Karin naar een nachtclub, want die meiden vinden mij zo leuk. Ja, zo zit ik vaak te dromen als ik in een restaurant al 2 uur door de ober ben vergeten. Of als ik na de discotheek alleen om 4 uur 's morgens bij snackbar Peo een kroketje sta te eten. Nee, dan als je beroemd bent. Alle deuren gaan dan open. 4 obers brengen caviar op bed. De directeur van Peo belt je voor de introductie van de Nederlandse Jan van Heskroket. Ik word gevraagd voor Wedden Dat, helaas zeg ik dan nee. Want ik moet diezelfde avond nog met Henny op tournee. Doe onverwacht met Kees en Wim een avondje in Den Haag. En Adriaan die gaat dan mee, want die jongens mogen mij zo graag. Een weekendje met Maartje uit logeren op Soestdijk. De uitmarkt doen met Leonie die smachtend naar mij kijkt. Als dat s'avonds op het nieuws komt, dan kijkt Noralie niet blij. Want ook zij is al jarenlang stapelverliefd op mij. Ja, ik bied u mijn excuses aan, want dit gaat toch veel te ver. Kijk, dat is nou de kracht van de tv. Bekende Nederlanders, dat zijn ook gewone mensen. Dat zie je elke week bij de NCRV. Nee, ik moet er maar aan wennen om het kleine te waarderen. En alleen nog maar te dromen in mijn slaap. Ik zal me maar behelpen met de doodgewone dingen. Zoals tante Loes en Mies en ome Jaap. Want Jos die heeft het toch te druk en André heeft geen zin. En Willy Brort en Mart fietsen alleen met hun vriendin. Ook Willem in het Franse heeft de afspraak afgezegd. Jan Prussen zijn cognac was op. Ja, zo gaat dat in het echt. Vanessa is al lang getrouwd, dus wat moet die nou met mij? En Sonja maak je ook al met een dode mus niet blij. Ik heb Sandra wel ontmoet, maar ik moet nog zien wat dat belooft. Maar met Karin naar een nachtclub, hoe haal ik het in mijn hoofd? Ik zal dan ook maar zwijgen over Maartje en Leonie. Die redden zich alleen wel, net als lieve Noralie. Maar ja, als ik het dan in dat warme circuit niet red, dan moet ik het maar in een ander warm circuit proberen, want bekend worden zal ik. Dan open ik een snackbar en wat gooi ik in het vet. De enige echte Nederlandse Jan van Heskroket. Dames en heren, wordt u nou ook niet strontziek van al die shampoo-reclames met die mooie meiden met hun mooie, glanzende, volle roos- en vetvrije haar? Nou, ik wel. Want er zijn heel toevallig ook mensen die dat niet willen. En voor die mensen hebben wij Rampeau Shampoo. En Rampeau Shampoo is er in verschillende onweersgave soorten. Wat dacht u van Rampeau Shampoo Pro Roos? En u krijgt een permanente sneeuwstorm op uw schedel. Of Rampeau Shampoo Superklit. En u krijgt klitten waar u die Gullits dreadlocks breiwol bij zijn. En ons nieuwste product, Rampeau Shampoo Haartemmer. Voor moeilijk, ontembaar, niets mee te beginnen haar. Net zoals het haar van Katja. Katja gaat even zitten, met. Je hebt ook haar waar helemaal niets mee te beginnen is. En daarom gaan we dus even behandelen met deze haartemmer. Even lekker pul erop, heerlijk. Hartstikke idee. Kijk eens even. Handdoekje eroverheen. Het is heel makkelijk. 3 secondjes wachten. 1 en 3 en hartstikke idee. Slapen is mijn beste kant, daarom grijp ik nu mijn kant. Je bent voortdurend in je zas, op zo'n never pitmark.
En ik kan een hemelbed, dat is voor mij niet weggelegd. Ik slaap nu, want ik ben zo moe. Zo'n waterbed ben ik aan toe. Dan hoeft voor mij de douche niet aan. Ja, ik wou het eens even met u hebben over dik zijn. Feit is dat dikke, gezette mensen gezellig overkomen en veel vertrouwen uitstralen. En juist voor mij als tv-presentator, maar zeker ook voor u, zijn dat belangrijke voorwaarden voor succes. Dik zijn is dus oké. Eet daarom eens Fetso yoghurt. Dat is een lekker, snel dikmakertje met 10 keer zoveel calorieën als gewone yoghurt. De jongens van Fetso krijgen gewoon 10 keer zoveel gewone yoghurt in dit ene pakje Fetso. En dat willen we aanzetten. Fetso yoghurt, na één hap, zegt je broek al knap. Sort of.
vraag eens even, wie heb ik nu aan de telefoon? Goedenavond Willem, met Jaap Vlijm, Amsterdam. Jaap Vlijm uit Amsterdam. Inderdaad. Ik mag Jaap zeggen? Dat mag hoor. Oh, wat prettig. Dan mag jij Willem zeggen. Dat vind ik heel fijn. Dat schept een sfeertje. Je lijkt een beetje nerveus, klopt dat? Ikke? Nee hoor. Oh. Jij wel? Nee hoor, ik zit hier prima. Jij zit prima. Ja. Nou, daar ben ik blij om. Jij kent het spel? Flipperen? Nou ja, ik hoop het voor jou en voor mij. Ja, voor jou zeker, want er zijn prachtige prijzen te verdienen. En dat laat ik je nu even zien, Jaap. Daar komen ze. Je krijgt een prachtige mand met wasknijpers van 0 tot 20.000 punten, inclusief montage van de waslijn. Dus dat is wel heel erg aardig. Daarnaast een prachtige toiletset van 20 tot 40.000 punten. Fantastisch mooi. Daar kan je echt wat mee doen. Meer dan 40.000 punten, daar zijn ze weer, de NCFV-bananen. Jawel. Fantastisch. Nee, dat begrijp ik. Dat doen we ook even. En boven die 60.000 punten, maar dat is de regie voor de zoveelste keer vergeten, dan die mooie flipperkast. Prima. En dan zou je meer dan 77.350 punten moeten hebben gehaald. Maar dat gaat gebeuren. Ik zal wel denken. Zou jij even drie keer... Als mijn vader en moeder s'avonds slapen, ga ik altijd even naar ze toe. Gewoon om te kijken of ze nog dromen. Ik wil zo graag weten wat en hoe. Ze hebben het moeilijk, hebben steeds ruzie. En ze zijn ook altijd moe van het leven en moe van elkaar. Daarom blijf ik nog maar even. Hij geeft mam een zoen en hij pap over zijn haar. Als ik van school kom, zit soms mijn moeder in de keuken met tranen op haar wang. Dan sluip ik naar boven tot ik moet eten. Soms duurt dat heel erg lang. En dan aan tafel zonder mijn vader. Dan zijn we samen bang, bang voor de morgen en bang voor elkaar. Ik zal wel voor je zorgen, man. Urenlang uit zijn dam over mijn haar. Dag mam. Dag pap. Droom maar fijn van elkaar. Dat jullie weer van elkaar houden. Busch in dem Boden so eigen zu sehen,
Nu gaan tekenen. Nou, ja. En Lils gaat het spel spelen. Hi. Alsjeblieft, Lils. Hallo. Alsjeblieft. Ja. Weet je, we komen van het hek, van het nou, vallen. Nou, dat vind ik best zo. Wat wil jij eigenlijk vragen aan mij? Ja, oh, je weet het al, hè? Dat ja. Ik het zo vragen. Ja, dat doet u het maar. Nou, ik wil eigenlijk vragen. Wat zei je ook weer? Ik wilde eigenlijk vragen aan je. Zie je, dat komt niet. Dat ik even op die stoel viel. Uw haar zit prachtig. Ja, dank u. Ja, man. Ja, ik ben kapper geweest. Dat wou u vragen. Dat wou ik niet vragen. Nee. Dolf, ik heb, hoorde laatst op de radio dat jij een nieuw singeltje uit had. Ik heb inderdaad een prachtig nieuw lied uit. Vertel eens. Als de klok van alle meiden. Dankjewel. Ja, die bedoel ik. Maar dat doe je niet alleen, hè? Nee, dat doe ik met, hoe heet die man? U weet wel die man. Nou, Mankenelis. Ja, dat is heel... Gaat hij, loopt het goed? Ja, het loopt lekker. Nee, ik bedoel... ik bedoel, dat praat natuurlijk. Dolf, laten wij maar gauw beginnen met het spelletje, want ik denk niet dat ik het met jou echt ga. Nee, dat komt er nooit uit. Oh, goed, je draait hem al meteen door. Hartstikke goed. Dankjewel. De stift? Nou, dankjewel. Kom op. Hallo, zitten jullie niet te spelen daar? Ja, sorry, we hebben elkaar zo lang niet meer gezien. Sorry. Oh ja, maar je kan toch meedoen en gewoon je kopje drinken? Even bijpraten. Hé, want jij gaat weer. Kan je ondertussen even kijken wat hier gebeurt? Ja, zo kan ik natuurlijk het spelletje helemaal niet door. Is je koffie dan al? Dat is een man en dat is een hand. Meneer, 300 jaar. Nou, weet je, als ik het nou eventjes voor je weghaal en even wegzet... Nou, zo kan ik natuurlijk het spelletje... Zo gaat mijn tijd helemaal op. Zijn hand boven zijn hoofd houden! Tweede, ik reken niet goed. Van mijn hart op de kat springen, 100 gokken zoet op hier. Haaien, naar de haaien dan. Naar de haaien. Niet in de... 200 gokken van Pieter Buren, we gaan gewoon door. Kom op, niet kunt tegen. Je rug. Laat maar gaan, dat gaat goed. Dat gaat goed. Laat maar gaan. Achter. Ach, je bedoelt. Steek achter je door. Iemand achter zijn broek zit. 300 gulden van Pieter Buren. Dames en heren. Toen aan mij de eer te beurt gevallen was om de volgende artiest aan te kondigen, dacht ik, nou, dat red ik nooit. Ik ga hier geheid, gestrekt van de zenuwen. Want het is niet zomaar een artiest. Het is een wereldster. Het is een bezield man. Het is een bezield zanger. En ik ben heel erg trots dat ik hem mag aankondigen. Dames en heren, vanavond... The Emperor sings the song of the prince, Tom Jones. Het is heel erg leuk dat hij Nederlands heeft geleerd voor ons. Dames en heren, Tom Jones. Goedenavond. Helemaal perfect. Moet daar optreden. Tom Jones, dames en heren. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body.
You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama, I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now. I'm
Ja, dames en heren, de vorige keer heb ik een politieke conferentie gedaan. Dat is niet helemaal goed begrepen in het land, vandaar dat ik nu ga goochelen. Ik laat even in het midden aan wie dat lag. En wij doen het aan de hand van dit gezellige kistje. De truc van het doorgezaagde weesmeisje. Ik heb die truc al jarenlang thuis geoefend met familieleden. Ik heb wat halfzusters om dat te bewijzen. Maar ik zou graag wat assistentie uit de zaal willen hebben. Wie wil mij helpen? Nee, nee meneer, u bent een toneelspeler. Gaat u maar zitten. Dat is niet. U mevrouw, u ziet er wel charmant en aardig uit. Zou u het met mij willen doen? Een applausje voor deze vrijwilligster. Hoe was uw naam? Von der Smit. Von der Smit. Weet uw vader dit? Ja hoor. Dat u meedoet? Ja. Oh, nou pa, zet hem maar uit. Ze doet mee. Gezellig. Ik zou zeggen, misschien is het wel prettig als ik u er even in help. Graag. Dan laat ik zien dat ik van de opvoeding niet alleen de voeding heb genoten. Hij is leuk. Prima. Doen we even de klepjes dicht. En Ed, trap je even. Heeft u een kort halsje of niet? Gaat wel. Politiek, ik kan het niet laten. U zorgt het. Nou. Marie-Antoinette zei ook niks meer toen het mes viel, dus dat is verder geen probleem. Nou, en dan zou ik misschien nu even kunnen vragen om... Ja. Vroeger noemden ze dit de zingende zaag, maar dit is meer de swingende zaag. Oei, 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 oei. Dan gaan wij nu beginnen met het bekende doorsnijden. Ik zal het snel doen. Mijn vader is ook heel gelukkig, want hij ziet nu dat ik dus toch een opleiding heb genoten tot specialist. Zo, hij zit er helemaal in. Het is misschien wel even leuk om dat gelijk even ook de kijkers thuis te laten zien. Anders krijgen we weer brieven. Ziet u? Hij zit er helemaal doorheen. Zet hem even op de rem. Gaat het nog goed verder? Ja. Oh, gezellig. Het is misschien verstandig dat ik hem in één ruk er even uittrek. Hou u vast. Althans, wat er nog van over is. Ja. Begrijpt u nu waarom ik de politieke conferentie heb gelaten? De mesjes graag. De mesjes. Gezellig. Mes 1 staat erop, dus ik kan het niet vergeten. Mes 2, 2, 2, 2. Ja, dat komt voor als we de brief van Ruding krijgen. Roepen we dat ook? Alsjeblieft. Wij noemen hem niet voor niets, de belastingbrief van Ruding, ook een aanslag. En dan doen we hem even gezellig open. Kijkt u eens even hier. Oh, wat aardig. Een smalle broekje. Heel leuk. En daar de hand van de Nederlandse maagd. Ik heb deze truc ook een keer gedaan op de personeelsvereniging van de Eerste en de Tweede Kamer. Toen was Joris Voorhoeven zo vriendelijk om met mij dit te oefenen. Daar lag Joris voor en daar zijn hoeven. Aha. Wij laten hem even gezellig, al die accessoires. Kijk, we laten even zien dat het allemaal nog werkt. Het gebeurt nog. Het is heel gezellig. Mocht het in de showbiz niks worden, de klanten kunnen maandag bij mijn secretaresse een afspraak maken. Nou, het is bijna 31 december. Dag Smallebroek. Uw armpje er maar weer in terug. Heel gezellig. En dan komen ze weer. Mes 1. Mes 2. Allee, allee, allee. Hoe doet, 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 doet. Wat een vak. Nou, dan lijkt het mij het beste dat we even kijken of het allemaal gelukt is. We doen even het halsstuk eraf. En daar is hij. Helemaal helder. Ik zet even het trapje neer. Mevrouw, mevrouw, heeft u niks vergeten? Ik heb hier nog een rijbewijs, toevallig in tweeën gezaagd, maar Nelly Smit-Koens gaat toch het autoverkeer halveren. Alsjeblieft. Dames en heren, dit was het verhaal van de Eerste en de Tweede Kamer.
Ga jij even mee naar mijn kamer? Ik heb nog een paar trucjes waar ik eens met jou... Ik ben de master van de show. Ik geef zoveel cadeau. Je kunt er zo naar wijzen. Twee fietsen en een zoen. Een ijskast in miljoen. Oh, zoveel prijzen. Ik geef een auto weg. Wel twee als ik dat zeg. Doe nou iets blij, lieve mensen. Ik kreeg het zelf cadeau. En ik vind het maar zo zo. Ik heb niets meer te wensen. Maar... Ik zing mijn beste lied. Oh, ik ben een killer. Maar als ik ouder word, mijn haren grijs en kort, wat zullen ze van me zeggen? Nooit meer op tv, ik zit er toch wel mee. Laat hem maar lekker leggen. Nee. New York, maar wachten. Ik zou in Londen kunnen zijn. Hou Vegas aan de lijn. Wat is succes toch heerlijk. Al was ik maar zo'n ster. In mijn dromen kom ik ver. Maar nu ben ik pas eerlijk. Want ik ben nog nergens. Die u allemaal kent. U kent haar van liedjes als All Out of Love, maar natuurlijk ook als presentatrice van onder andere Sterrenslag, Wedden Dat. En dit seizoen ging ze helemaal in haar eentje op zoek naar nieuw presentatietalent. Vanavond brengt ze een o zo mooi nummer van haar allernieuwste LP die in januari uitkomt, Unforgettable. Ze brengt het nummer Will Keep in Mind. Will Meet Again, zeg ik Will Keep in Mind, dat is weer wat anders. Will Meet Again. Ik hoop dat dat een beetje op mij slaat. Hier is niemand minder dan Sandra Remer. We'll meet again. Don't know where. Just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far
Zo, ik druk dus de winnaar aan mijn brede borst. Ja. Daarom moet ik deze taak ook vervullen, want als Sandra ze doen, zou er niets van overblijven natuurlijk. Ook bij jou... Zou serieus worden, dit is dus jouw dit is serieus. Ja. Ik ben nu heel serieus. Dit, het stekkertje is eruit getrokken. En voor jou geldt ook, er komt een verlengsnoer aan. En dat verlengsnoer mag ook weer symbolisch heten voor de rest van je carrière. Goedemorgen. Plug dat ding erin. Ja. En schitter en straal als jouw eerste prijs. Gewoon jezelf zijn. Wat je ook bent, dan houden de mensen van je. En als ze dan niet van je houden, dat is dan jammer. Alsjeblieft, van harte gefeliciteerd. We hebben hier met velen in spanning meegeleefd. Niets valt meer te verdelen, nu één de toetel heeft.